Oh shit, oh, die Finian! Die springt gewoon... Wow, 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 die Finian wordt opgegeten! Wat? Er is een Finian opgegeten! Yo, Nintendo fans! Welkom bij een nieuwe video. We spelen Pokémon Snap en we mogen naar het Reef, naar een nieuw gebied. Dus wij gaan hier weer even wat mooie Pokémonnetjes op de foto zetten. Doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren als je van Nintendo video's houdt, want hier iedere dag Nintendo video's op dit kanaal. Dus we gaan dus even kijken. We zien Sharpedo. Oh, ik ben gelijk hyped, jongen. Ik ben gelijk hyped. Kijk, Finian. Yo, Finiantje! Winkeltjes zien we. Wat zien we nog meer? Daar zie ik nog meer nieuwe Pokémon. Ik zie daar... Deze winkel kijkt zo droog. Wauw. Oké. Hey, Sharpedo. Alles goed? Wat kan ik doen? Kan ik hier de fruitjes gooien? Gaan jullie dan fruitjes eten? Nee, muziekjes reageert niemand op. Oké, ik moet hier dus gewoon foto's maken van deze Pokémon die ik hier allemaal spot op dit eilandje. Zit je nou nog steeds te kijken? Wat zit je me nou in de gaten te houden, jongen? Awesome. Kijk ergens anders. Yo, mijn haai, man. Alles goed, jongen. Hier. Heb je een appel op je hoofd? Nee? Je wil niks? Oh, je wil... Oh, snap! Ah! Oh, Oké. Ik wist niet dat je boos werd. Ik wist niet dat je me aan wilde vallen. Wat is dit? Gigantische draaikolk. Oké, ik ga er gewoon appels in gooien. Eens even kijken wat er gebeurt. Ja, natuurlijk komt er weer een Magikarp uit. Die gaat trouwens steeds hoger springen, volgens mij. Je springt steeds iets hoger. Wat gebeurt er als je ultra mega hoog springt? Word je dan opgegeten door een vogel? Door een Pidgey of zo? Even kijken. Kom je nog? Ja, hij komt nog. Hij komt nog steeds. Hij komt nog steeds, onze Magikarp. Volgens mij gaat hij niet meer hoger nu. Nee, oké. Nou, winkelfotootje. Eens even kijken wat hier allemaal gebeurt. Hey! Ik ga helemaal stuk om die winkels, jongen. Die zien er zo droog uit. Oh, Mantines! Ja, spring maar. Spring maar. Wat? Oh! Wat? Waar komt die Wailert opeens vandaan? Jemig. Oh, kijk daar, Pelippers. In mijn vorige video noemde ik Wingles Pelippers. Maar ik ben blij dat jullie er nu wel echt zijn, jongens. Wat zijn dat? Eieren. Machamp staat weer stoer te doen daar. Machamp is wel echt een stoere Pokémon, jongen. Hij staat zich echt kaart uit te sloven, joh. Oh, wat doe je? Wat ga je nou in het... Wailert, wat ga je nou allemaal doen? Is dit je kont? Dit is je kont, hè? Dit is een big-ass Wailert. Yo, Mantijntjes. Jullie zijn wel leuk aan het spelen daar met z'n allen. Hé, kan je nog een keer posen voor mij, Machamp? Doei! Oké, wat hebben we nog meer hier op het eilandje? Overal hoor ik gewoon Wingles in mijn oor. Ze zijn echt overal, die gasten. Yo, Pelippert. Ik moet weer iets scannen. Wat gaan we nou weer scannen? Oh, we konden blijkbaar de andere weg volgen hier. We konden ook langs die kant. Hebben we niet gedaan. Ik ben benieuwd wat we nou gemist hebben. Heeft hij nou een Pyukumuku in zijn bek, die Pelipper? Ja, hè? Wat is hier? Hey, Marinis! Laat die Corsola met rust! Leave Corsola alone. Marinis, doe eens aardig. Kijk, oké, als ik ze scan, dan gaan ze chillen. Ja, nice. Dan wachten ze even. Laat die Corsola met rust. Hier zijn nog meer Corsola's. Hier, Corsola, ik heb appeltjes voor jullie. Ga maar lekker eten. Het blijft grappig hoe die Corsola's lopen gewoon. Oh, dat was het al. Dat was al het einde van de level. Oké. Ik ben benieuwd hoe we het gedaan hebben. Oh, waar is dat ene shot van Sharpedo? Oh, kijk dan. Hier valt hij me gewoon keihard aan, jongen, die gek. Waarom is er maar één ster? Oké, van Finian hadden we niet zulke hele boeiende foto's. Ik pak deze van Wingull, super droog. Denk niet dat we een betere Corsola foto hebben. Ik weet ook niet of we een betere Magikarp foto hebben. Ik denk het niet. We hebben wel 3 sterren Mantine foto's. Oké, dan pakken we deze. Kiezen we de Wailert kont? Nee, laten we gewoon zijn hoofd kiezen. Pelippertjes! Machampy! Marini! Ik verwacht niet dat ik allemaal hoge scores heb eigenlijk. Deze is wel sick, toch? Dit is toch echt een sicke foto, man. Sharpedo, jongen! Hoeveel punten? Ja, we hebben een diamond. Lekker. Finian, dit is heel standaard. Dit is echt beginnende fotograaftechniek. Krijgen er wel goud voor? Oké. Winkeltje. Kijk, betere score. Lekker. Met zijn droge bakkes. Dan de Mantine foto. Is ook wel schattig. Krijgen we zilver voor. Ja, was een beetje ver weg, hè? Dat kan je niet zeggen van deze Wailert-foto. Die was in ieder geval van heel dichtbij. We krijgen brons voor dit. Rip. Gouden medaille voor Pelipper. En een betere foto van Machamp. Oh ja, natuurlijk, ja. We hebben nu diamond van Machamp. Lekker. Marini. Ik heb shiny Marini in Pokémon Sword en Shield, trouwens. Daar zijn ze rood. Rood-oranje. Nou, eens even kijken of we gelijk naar level 2 gaan. 35.000 punten hebben we daarvoor nodig. Ik denk dat we dat net niet halen. Ah, oh, we hebben echt 1000 punten nodig. Die ga ik gewoon even off-cam halen, die 1000 punten. Oh shit, oh, die Finian. Die springt gewoon... Wow, 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 die Finian wordt opgegeten. Wat?
En zijn vinion opgegeten. Sorry, dit wou ik off-cam doen, maar dit kon ik niet laten, jongen. Freaking Wingull eet gewoon een vinion. Ik gooide volgens mij een appeltje. Daar reageerde die vinion op. En die werd vervolgens opgegeten gewoon. Holy moly. Oké, hier konden we ook de andere kant op als het goed is. Dan gaan we hierin. Even scannen. Ja. Oké, let's go. Kijk, dan pakken we nu even de andere kant. Kunnen we kijken wat hier is? Oh, gaan we hier over de stenen? Oh, ik dacht we gaan helemaal daarin, joh. Oh, kijk. Dan zien we hier die Pukumuku met Pelipper. Een underwater crater? Blue holes? Wat? Waar? Wat bedoelen ze? Is dit een krater? Wat is dit dan? Gebeurt hier dan iets? Moet ik muziek afspelen? Oh, wat ben jij aan het doen daar trouwens? Je was even aan het geeuwen. Wat moet ik doen? Scannen, fruit gooien, muziek afspelen. Ik doe alles tegelijk. Hier. Eet. Oh, ja. Kijk. Oh. We moeten inderdaad gewoon de appel op zijn bek gooien dan. Oh, dan gaat hij ook nog even lekker kanen. Heerlijk, jongen. Geniet ervan, hè? Ja, dat vind ik ook, Pelipper. Heerlijk. Sowieso hebben we nu die 1000 punten. Kijk, ik heb hier dus die foto van Finian die wordt opgevreten. Oh, maar dit is een 4 sterren voor Wingull. Super cool. Nice. Oeh, ik heb nu 2 sterren voor Wailord. Nice. Ik heb zelfs 3 sterren voor Pelipper. Of wacht, had ik zelfs 4 sterren? Nee. Wat levert die van Wingull op? Ja, dit is een diamond op 4 sterren. Heel nice. Nou, we hebben nu sowieso genoeg punten voor level 2. Daar gaan we. Ja, ja, ja. We zijn al op de helft naar niveau 3 zelfs. Ik wil dit level nu ook gewoon even op niveau 2 doen natuurlijk. Maar de professor heeft weer wat te vertellen. Hallo, professor. Hey, we hebben weer een nieuw teleportatiepunt. Oh, we mogen naar de zeebodem. Heel vet. We mogen nu gewoon onder water. Ja, maar eerst wil ik natuurlijk het Rift op niveau 2 spelen. Want ik ben heel erg benieuwd welke Pokémon er hier nu zitten. Finian, ik zal je nu niet op laten eten, oké? Je moet wel even zelf oppassen voor de Sharpedo's daar. Dat dan weer wel. Wow, er zijn er superveel. Er zijn er echt heel veel. Kijk dan. Zoveel Finians. Wat doen jullie allemaal hier? Jullie zijn hier echt met veel. Oh, daar gaan we weer. Misschien ga je toch opgegeten worden. Nee? Jawel. Recht onder me ook. Wow, Squirtles. Yo. Squirtles. Kijk, 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 kijk. Laten we een muziekje afspelen. Daar gaat Squirtle. Wee, bommetje. Super grappig. Oh, man. Oh, daar is nog een Squirteltje. Kijk hem blij doen. Squirtle, pas op. Er zit een Sharpedo achter je aan. Pas op, jongen. Pas op. Hallo, Squirtle. Oh, jij bent ook een beetje bang. Het ziet er zo schattig uit. Squirtle Squad, jongen. Squirtle Squad. Kijk, daar zijn eieren. Ik denk dat ik daar straks een Illumina Orb op moet gooien op die eieren. Misschien komen ze dan wel uit. Laat die Corsola met rust. Laat hem met rust, Marini. Oh, wow, wow, wow. Pas op, pas op. Pas op, Corsola. Nice. Hier aan het einde gebeuren niet zo heel veel nieuwe dingen meer, volgens mij. Ja, heel misschien krijgen we deze wereld nu wel naar level 3. Squirtle! Kijk hem nou bang kijken, jongen. 3500 puntjes. Ik denk net niet dat we het halen. 15.000 punten hebben we nog nodig. Maar eigenlijk wil ik gewoon voor het eerst zo'n wereld op level 3 spelen. Nu ga ik het echt off-cam halen, ja? Dan ben ik zo bij jullie terug als we hem op level 3 hebben. Oké, guys, we hebben 15.000 punten nodig voor level 3. Hebben we hem? Ik heb letterlijk nog 1 foto nodig. Ja, maar nu hebben we hem wel, jongens. Kijk maar, hoppakee, leveltje 3. Bam! Dat is volgens mij de eerste die we op level 3 hebben. En laten we kijken wat er nu dan weer gebeurt. Want nu gebeuren er dus weer nieuwe dingen. En hopelijk zien we ook weer nieuwe Pokémon nu op level 3. Hier op het, dit is niet meer het strand. Dit is het Reef. Oh, Lapras! Kijk, daar begint het al. Oh, yo! Ja, man. Lapras-y. Wat ben je mooi. Oh, waar ga je naartoe? Je gaat onder water. Ga je nu iets doen? Ga je... Oh, ja. I love Lapras. Zo'n mooie Pokémon. Ik schiet gewoon heel mijn fotorolletje vol met Lapras-foto's. Maar ik zie ook meer Squirtles hier, jongens. Ze liggen allemaal lekker met de kontjes zo lekker dat wij in het water... Of nou ja, in richting het water. So many Squirtles. Squirteltjes. Hier, ik heb appels. Willen jullie appels? Ik heb al heel veel appels voor jullie. Hier, eet appels. Yeah. Oh, Squirtle. Squirtle, ga naar Lapras toe. Lapras gaat sowieso... Ja, kijk, Lapras. Die vecht gewoon tegen deze Sharpedo. Doei, Sharpedo. Jammer, joh. En kijk, Squirtle daar chillen. Kijk, Squirtle daar chillen. Ik wil die Squirtle op de foto zetten. Ik krijg alleen Lapras-foto's. Heel vet. Die Lapras redt gewoon Squirtle van de Sharpedo. Nou, ik ben wel benieuwd wat hiermee gaat gebeuren. Of er hier nog iets anders uit gaat komen dan een Magikarp straks. Sharpedo is nou lekker aan het chillen daar bij Machamp. De Mantines zijn nog steeds daar. Oh, rustig vriend. Hij werd even kei boos op die Machamp, jongen. Sharpedo is wel een beetje boze Pokémon, hè? Ja, dit is niet de meest blije Pokémon. Zijn de eieren uitgekomen? Nee, de eieren... Oh, jongen. Oh, wow.
Wow! Waar is mijn champ? Waar is mijn champ naartoe? Mijn champ is in het water gevallen. Maar, oh, daar! Hij is aan het zwemmen! Kijk ze nou! Wat vet! Mijn champ is aan het zwemmen. Ja, hij daagt die Sharpedo gewoon uit, jongen. Heel cool. Heel vet. Kijk ze gaan. Hij kan zo naar de Olympische Spelen, joh, die Machamp. En wat gaan ze nu daar doen dan? Dan zijn ze gewoon een wedstrijdje aan het doen of zo. Ik ben wel benieuwd wat ze gaan doen. Kijk hem chillen hier. Machamp is nu een beetje moe. Sharpedo die... Kijk hem. Hij is echt super vermoeid. Oh, snap. Oh, we hebben zelfs een 4-sterrenfoto van Sharpedo nu. Nou, laat ik die maar doen dan. Lapras! Zo leuk met die Squirtle op zijn rug. Echt heel vet. En we hebben ook gewoon gelijk Diamond voor Lapras. Heerlijk. De 4 sterren voor Sharpedo is helaas alleen maar brons. Ik ben benieuwd of we nog een grotere zoomfunctie krijgen. Want dat zou lekker zijn. Want dan kan ik natuurlijk meer inzoomen op deze Sharpedo. Nu kan ik niet dichterbij komen. En volgens mij... Oh nee, ik dacht dat we misschien met Champ compleet hadden. Maar we moeten nog een 4-sterrenfoto van Machampy. Ja, het duurt nog wel even voordat we naar level 4 zijn. We hebben nog 33.000 punten nodig, jongen. Nou, dat gaan we dus nu even niet doen. Maar we kunnen wel naar de zeebodem. En dat gaan we weer doen in de volgende video morgen. Dus doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren voor iedere dag Nintendo video's. En wil je mijn livestream game, volg me op Twitch.tv/RinkerTune. Dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!